September is voorbij en dat betekent dat ik weer een Money Diary video heb met een overzicht van mijn uitgaven van de afgelopen maand. Ik kan het alvast verklappen, maar ik heb me niet ingehouden in september. Want ik had gewoon zin om geld uit te geven hier en daar. Ik ben ook bezig shoppen. En naast dat waren er ook wat nieuwe uitgaven die niet op maandelijkse basis voor gaan komen. Dus mocht je benieuwd zijn waar ik afgelopen maand mijn geld aan heb uitgegeven, kijk dan vooral verder. We gaan weer verschillende categorieën af en vandaag beginnen we met de categorie shopping. En onder deze categorie valt mijn uitgaven voor kleding, maar ook andere dingen die ik heb gekocht. Zo heb ik twee nieuwe make-up producten van Catrice gehaald, een highlighter en een poeder. En dit was €8,48. Dan heb ik een haarband gekocht die ik ga gebruiken wanneer ik mijn make-up ga aanbrengen. En deze haarband kostte €6,99. Dan had ik begin van de maand met spoed een nieuwe panty nodig. Dus ik had even snel bij de HEMA een setje panties gehaald voor €6,99. Dan heb ik een vestje gekocht online. Dit kostte mij €70. En normaal gesproken vind ik het heel moeilijk om heel veel geld uit te geven aan kleding. Maar ik ga proberen om hier van af te stappen en de waarde van kledingstukken in te zien. Want als ik bijvoorbeeld een kledingstuk 70 keer ga dragen, dan heeft mij maar €1 per draagmoment gekost. Maar ik vond deze zo leuk en ik wilde al een vest met zulke strikjes erop. Dus dacht ik, ja, ik wil hem zo graag te kopen. En ik heb hem nu al een maand, want ik had hem begin van de maand gekocht. En ik heb hem al best wel een aantal keer gedragen, dus het was geen miskoop in ieder geval. Dan had ik ook nieuwe matcha gekocht. En dit was in de aanbieding. Want matcha, goede matcha kan echt prijzig zijn. Maar er was gelukkig korting bij Holland & Barrett. Dus ik had hier €25 voor betaald. Dan ben ik ook naar de Flying Tiger geweest. En ze hadden daar zoveel sale op heel veel stationary dingen. En dit bij elkaar was maar €5. Dan heb ik ook een nieuwe trui gekocht. Ik vond deze zo schattig. Ik ben over het algemeen niet echt van de printjes. Maar als een kledingstuk een heel leuk printje heeft. Of een ja, leuke graphic design. Dan wil ik het ook wel hebben. En dit had een hond. En ik vind de honden echt heel leuk. En deze was volgens mij €15. Dan heb ik een aantal dingetjes gehaald bij de Uniqlo. Ondergoed en wat basics. En dit was in totaal €134. Over het algemeen vind ik grote bedragen best wel pijnlijk klinken. Op het moment zelf ja, kan het als een hele grote uitgave voelen. Maar op lange termijn valt het wel mee. Want ondergoed gaat lang mee. Basics gaan lang mee. Dus dan ja, valt het bedrag ook wel mee. Over hoge bedragen. Ik heb weer een duurdere trui gekocht. Ook namelijk de trui die ik nu aan heb. Ik had hem bij Anna Resorries gehaald. En daar heb ik voorheen nog nooit iets gekocht. Want ik vond het altijd wel prijzig. Maar ik ben helemaal verliefd geworden. Ik snap wel waarom het zo duur is. Oorspronkelijk was hij volgens mij €80. Maar als je zou inschrijven op een nieuwsbrief, zou je 10% korting krijgen. Dus dat heb ik gedaan. Dus uiteindelijk heeft het me €21 gekost. En hij is zo fijn. Hij voelt zo kwalitatief aan. Dus er is een kans dat ik veel minder goedkopere kledingstukken ga kopen in de nabije toekomst. En gewoon voor tijdloze kwaliteit gaan. Ik hou wel van tijdloze items, maar dan moeten ze ook lang mee kunnen. Dan heb ik nog meer panties gehaald bij de HEMA. Er was een aanbieding, 2 plus 1 gratis. Dus ik heb even ingeslagen, want die zijn ook echt mijn favoriete panties. En in totaal was dit €15. Het liefst schaf ik panties aan die langer meegaan dan mijn huidige gebruiksduur ervan. Maar ik weet niet waar ik moet zoeken daarvoor. Dus mocht je een gouden tip hebben, laat het weten. Voor nu haal ik eens in de zoveel tijd even een voorraad aan panties. En dat is ook dikke prima. En als afsluiter voor deze categorie had ik ook nog wat spulletjes gehad bij Normal. Echt een van mijn favoriete winkels als het gaat om ja, drogisterijspullen. En dit was €12. En als we alles bij elkaar optellen, komen we op een totaalbedrag van €363. Dat is geld. Dan gaan we naar de volgende categorie. En dat is de categorie cadeau. Ik had een shirt voor mijn vriend gehaald. Ik was in de stad en ik zag dit shirt in de sale.
Ik vond het echt iets voor hem. Dus ik dacht, ik neem hem mee als cadeautje. En dit was 1995. En dan heb ik ook een verjaardagskaart gekocht. Ik kwam deze toevallig tegen toen ik bij de HEMA was. Ik dacht, ik haal hem alvast. Want ik vind het altijd leuk om kaartjes te kopen. Of het nou voor een verjaardag is of voor een andere gelegenheid. En deze ga ik geven aan mijn vriend, want die is deze maand in oktober jarig. Maar ik dacht, dan heb ik hem alvast. En dan had ik ook nog een paar kleine goodies als kleinigheidje voor een vriendinnetje gekocht. En dit was in totaal 5 euro. En dan komen we op een totaal van 27,45 euro. En voor cadeaus budgetteer ik niet echt een vast bedrag. Het ligt ook aan de maand. In sommige maanden zijn er bijvoorbeeld meer verjaardagen. Dan wil ik meer cadeautjes kopen. Maar het varieert enorm. Maar het ligt ook aan de persoon. Soms wil ik meer uitgeven aan de ene persoon dan de andere persoon. Ja, ik vind dat ook wel lastig. Het is meer van als ik een item zie wat ik voor een bepaald persoon wil kopen, dan koop ik het vaak ook als ik het waard vind. Dan gaan we door naar de categorie abonnementen. En deze bedragen zijn eigenlijk niet veranderd als ik mijn andere monetary reserve pak. Dus voor Spotify betalen we €14,99 per maand. Voor Netflix €7,99. Voor luisterboeken betaal ik een tientje per maand. Voor de gym betaal ik €43. Voor mijn lensenabonnement is dat elke maand €27,33. En het telefoonabonnement was €35. En ons internetabonnement is €62,92. En dan komen we op een eindtotaal van €201,22. Dan hebben we de categorie OV. En het kan echt per maand verschillen hoeveel ik hier aan uitgeef. En afgelopen maand waren mijn OV-kosten €38,66. Ik ga vaak binnen Amsterdam met de tram of met de metro. En soms ga ik ook naar een andere stad. En dan zijn mijn OV-kosten wat hoger. Want de trein is prijzig. En voorheen had ik ook nog een abonnement waarbij ik 40% korting had op daluren of in het weekend. Ik vind het niet meer waard om daar een abonnement voor aan te schaffen, omdat ik heel weinig met het OV reis vergeleken met eerst. Dus ik heb nu geen korting. Wellicht dat dat in de toekomst nog gaat veranderen, maar voor nu, voor de keren dat ik met de OV ga, vind ik het helemaal prima. Dan had ik ook een solo date met mezelf. Ging namelijk naar de speelhal en daar had ik mijn pasje opgeladen en in totaal was dat €16,99. Ik heb het te goed niet opgemaakt die dag, maar ik dacht, weet je, ik wil wel iets op mijn kaartje hebben staan dat ik wel spelletje kan spelen. Dus dit is het bedrag dat ik die dag daarin heb uitgegeven. Dan heb ik een nieuwe uitgave en dit is geen terugkomende uitgave, maar een eenmalige. Ik ben namelijk afgelopen maand begonnen met een opleiding, een cursus bij LOE. Maar ik besloot om de kosten van deze cursus in één keer te gaan betalen. Het was ook mogelijk om het per maand in termijnen te doen. Maar ik dacht, weet je, ik betaal het in één keer. Dan heb ik het gewoon gehad. En dit was in totaal €1,022. Dan gaan we door naar de categorie boodschappen. En afgelopen maand hebben we op verschillende momenten boodschappen gedaan. We hadden kleine boodschapjes gedaan, grote boodschapjes. En voor de maand september kwamen we op een eindtotaal van €253,17. Dan gaan we door naar de categorie eten en drinken. Ik vind het altijd leuk om samen met vriendinnetjes buiten de deur iets lekkers te halen. Zo ben ik samen met Pamela naar Pantopia gegaan. En we hadden daar een koffie en een speciaal croissant gehaald. Of volgens mij was het een croissant. Ik heb geen idee. Maar dit was in totaal €16. En dan was ik ook nog even langs een zaakje geweest toen ik in Utrecht was. En dit broodje kostte €9,40. Ik heb zo'n gevoel dat ik al dingen ben vergeten. Maar ik weet niet meer wat. Maar als ik wat ben vergeten zijn het vaak wel kleine aankoopjes van een paar euro. Maar we houden het voor nu even hierbij. Als ik deze twee momenten bij elkaar optel, was ik €25,40 kwijt. Dan gaan we door naar een andere variatie van dezelfde categorie. Namelijk eten en drinken van Ritz en mij. Ondanks dat we vaak genoeg eten in huis hebben, eten we ook vaak buiten de deur. Of bestellen we eten. Zo zijn we de laatste tijd echt helemaal obsessed met pizza. We bestellen dan een XXL pepperoni pizza. Soms met een side nog erbij. En dit is voor twee personen meer dan genoeg. En dat kost ongeveer €20. En dat vind ik nogal een redelijke prijs voor takeaway pizza. Dan waren we ook
buiten de deur wezen lunchen bij Loetje. Dit was 35 euro. Ik vind Loetje lekker, maar ik vind het een beetje overrated. Dan hadden we onderweg een koffietje gehaald. Dit was 4,20 euro. En we waren ook bij de KFC. Tussendoor wezen lunchen volgens mij. En dit was voor twee personen 23,67 euro. Toen we in de stad waren, hadden we een koekje gehaald bij Van Stapel. En we hadden er maar eentje gehaald, want we wilden ze delen. En dit kostte ons 3 euro. Op dezelfde dag waren we ook nog wezen lunchen in de stad. En voor twee personen waren we 35 euro kwijt. En dan sluiten we deze categorie af met nog een pizza. En het totaalbedrag is dan 141 euro en 33 cent. En dan sluiten we deze video af met de categorie Milo. En Milo was deze maand duur. Zo moest hij een pilletje voor ontvlooiing. En dit kostte 47 euro en 47 cent. Mooi bedrag. Dan was het weer tijd om voer te bestellen voor Milo en wat snackies. Dan had ik nog twee halsbandjes en een riem voor Milo gekocht. Er was korting, dus we hadden wat geld bespaard. Maar in totaal waren we iets minder dan 80 euro hieraan kwijt. En de laatste uitgave van deze maand was zijn operatie. Want hij werd gecastreerd en dat was niet goedkoop. De hele operatie kostte 350 euro. En dan komen we op een totaal van 569 euro en 96 cent. Veel geld, maar je hebt natuurlijk alles over voor je hondenkindje. Dat waren dan mijn uitgaven van de maand september. Zoals ik vaak genoeg ook zeg, is dit een globaal overzicht van waar mijn geld naartoe is gegaan. Het kan zo zijn dat ik dus hier en daar wel een uitgave ben vergeten, maar die waren niet heel erg essentieel. Het is voornamelijk om inzicht te krijgen hoeveel iets kost en waar mijn geld naartoe gaat. Vaste lasten en zo, dat laat ik achterwege. Het zijn meer de leuke dingen die ik deel. Dus ja, dit was dan de video. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.